Het is weer eens een tijd voor een unboxing. En het is van een product waar de meeste mensen toch best wel altijd benieuwd naar zijn. En die kwamen weer met een nieuw paradepaardje. Jawel, het is de Razer Huntsman Elite. Ze hebben een nieuw, ja, zoals ik al zei, paradepaardje op het gebied van toetsenborden. Dit is het nieuwe mechanische toetsenbord. Al moet ik dan zeggen mechanisch, want ze zijn namelijk gegaan voor een nieuwe switch. Razer heeft de Opto Mechanical Switch, wat in wezen gewoon betekent, ook Razer gaat nu naar een optische switch. Dus dat is weer iets anders dan mechanisch. En dat is ook leuk dat ze dat meteen hier in de doos al een soort van merkbaar maken, dat je dat meteen even kan testen. En meestal ben ik er dan van, oh ja, oké, leuk, en dan ga ik door met een box. Maar ik moet zeggen, doe dit in de winkel. Echt waar, want het voelt echt heel anders. Het voelt een heel stuk steviger, ook lichter, maar dan toch wel een beetje met die mechanische klik. Nou goed, we gaan het er zo even over hebben, maar we gaan eerst eens even kijken hoe dit beest uit zijn doosje komt. En dan zie je al meteen, ja, de doos is natuurlijk weer zoals we kennen van Razer, best wel goed verzorgd over het algemeen. Maar dat mag dan ook wel als je daadwerkelijk een toetsenbord koopt van €210. Ja, Razer heeft een tijd lang een periode gehad waarin ze eigenlijk iets meer, ja, nou, ik wil niet zeggen budgetgericht waren, maar iets soberder met hun prijzen instaken. En nu komen ze dan ineens toch weer met een ja, best wel high-end, luxe, bijzonder duur toetsenbord. Want €210 is ook niet mis, maar goed, tegelijkertijd, dit is een nieuwe vorm van mechanische schakelaar, optische schakelaar, dan betaal je er ook meer voor. Dat zagen we ook met de Zowie Celeritas, ook een optische schakelaar. Maar die is dan weer net iets anders, maar die is ook heel erg duur en daar kreeg je niet zo heel veel extra's bij. En dit is wel een toetsenbord waarbij je daadwerkelijk alles premium en high-end krijgt. Hoe dan ook. We gooien even wat van deze dingen aan de zijkant en dan gaan we even kijken, als we dit zo mooi omvouwen, dan kan dit dus zo uitgehaald worden. Dus dit is nog niet eens het hele pakket. Goed, dingetjes aan de zijkant even. Het is sowieso een hele nieuwe form factor. Kijk, voorheen zagen we met Razers alle duurste toetsenborden, zoals de vorige, de Razer Black Widow Chroma V2. Zagen we dat het dus wel een kunststof behuizing had en nu zie je al toch wel weer dat ze hier aan de bovenkant een soort van wel aluminiumachtig iets steviger hebben gemaakt. Dus dit is sowieso al heel wat meer rigid dan de meeste andere toetsenborden van Razer. En dat is sowieso al goed om te zien. Komt hij er zo uit en wat je dan ook al meteen opvalt is, oh hey, kijk, het is gewoon echt weer zo'n typisch toetsenbord van Razer. De toetsen zijn ongeveer hetzelfde, maar er zitten hier ook wel weer mooie dedicated media controls op. Zoals hier aan de zijkant, wat ik oprecht best wel handig vind. Een analoog scrollwiel, of in ieder geval een volume scrollwiel met dan ook meteen een mute knop en dergelijke. Dit is dan weer niet optisch, maar het zijn in ieder geval wel schakelaars, zodat je daadwerkelijk het een en ander met je muziek kan doen terwijl je een spelletje aan het spelen bent. Hoe dan ook, enorm dikke kabel, want ja, er zit USB pass-through in. Dat gaan we dan hier ook zien. Dat zie je meteen makkelijk. Bam, twee kabeltjes. Eentje natuurlijk voor het toetsenbord zelf en eentje voor de USB pass-through die volgens mij aan de achterkant zit. Maar dan moet ik even dubbel checken. Dan moet er toch eentje extra zitten. Ik heb me vergist, er zit helemaal geen USB pass-through in. Dit ding heeft gewoon twee motherfucking USB kabels nodig. En dat heeft ook een reden. Die gaan we zo meteen even erbij pakken. Dat is namelijk deze unit. Hoe dan ook. Dit kennen we inmiddels ook van Razer. Als je de Black Widow Chroma hebt gezien of de Ornata Chroma die wij ook gereviewd hebben. Check trouwens de reviews op gamersnet.nl. Dan weet je dat Razer tegenwoordig een soort van oog heeft voor polsteunen. Polsteunen zijn natuurlijk wel een soort van premium ding. Vooral voor deze prijs moet dat ook wel. Dan zie je, wauw, dit is een polsteun die daadwerkelijk ook aangesloten moet worden. En dat maakt het sowieso wel heel interessant. Want ja, als je dan toch een premium product wil, dan wil je natuurlijk ook dat er verlichting in zit. En laat me je vertellen, deze klikt er trouwens heel mooi. Een soort van magnetisch klikt hij erin. Ook de polsteun heeft verlichting. Dus hoe dan ook, we gaan dit ding meteen even aansluiten. Ik hoop dat de laptop hier onder het doet. Gaan we even kijken hoe hij eruit ziet met volledige chroma verlichting. Here we go. Oh, dan moet ik natuurlijk wel twee dingen naast elkaar vinden. Gewoon twee USB-poorten die gewoon allebei vrij zijn. Laten we even kijken. Dit zou al een heleboel wonderen moeten doen. Dit doet al een heleboel wonderen, maar tegelijkertijd ben ik volgens mij de PC die hieronder staat uit aan het zetten. Ik pak even hier nog mooie, hoe noem je die dingen? Steuntjes. Standaardje pak ik erbij. Dat is ook wel even mooi om te zien. Oh, ik even mee oppassen. Het is daadwerkelijk, het is weer zo'n dubbele. Dus je kunt weer gewoon daadwerkelijk zelf kiezen van welke je wil, welke hoogte. Klik je maar zo aan, gaat dus mechanisch. En dan zie je dus ook hier al aan de onderkant dat die underglow meegenomen wordt. Dus dit zijn daadwerkelijk 24 nieuwe lichtregionen. Er zit hier ook al aan de zijkant en aan de achterkant van het toetsenbord zit dus ook al verlichting. Maar die wordt dus ook gewoon meegenomen door de polsteun. En de polsteun is, ja, dat is een beetje net zoals met de Black Widow Chroma, is best wel een soort van fijne, toch wel stevige polsteun op het eerste gezicht. In ieder geval, we gaan hem uitgebreid testen. Ik wil eigenlijk nog even een wave eroverheen, dat je al die kleuren ziet, maar dat kan ik weer niet fixen, want die laptop hier beneden wil niks doen. Maar er komt in ieder geval wel een hele kleurenspectrum, want ja, het zijn 16,8 miljoen kleuren. Dit is de Razer Huntsman Elite. Als je nou zoiets hebt van €210 is me een beetje veel. Die polsteun, al die lampjes, het mag voor mij wel iets minder. Dat kan namelijk ook, ze hebben namelijk ook een normale Razer Huntsman, die is €160. Jawel, ook weer heel erg duur, maar dat krijg je natuurlijk ook van als je die
switches hebt. Laten we nog heel even snel zien wat hieronder zit, want jazeker, dit is dus een hele andere soort manier om je toetsenbord mee aan te laten sturen. Dit zijn dus hele andere soort switches die wel een soort van mechanisch gevoel hebben, dus met een specifiek activeringspunt, met ook een klik en hij veert wel lekker terug, maar het is dus zo niet dat er een soort van mechanisch contactpunt moet zijn als je hem indrukt en dat het dan pas het signaal doorgezonden wordt. Er is als het ware zit een soort van lasersensoren, lichtsensoren, gaan door het hele toetsenbord en die berekenen met de snelheid van het licht wanneer je een toets wel of niet indrukt. Dus dat schijnt alweer net iets meer precisie te worden. Dan denk je van holy shit, wat een gelul. Nou, het ding is natuurlijk ook dat ze zo veel langer mee kunnen gaan. Omdat er geen contactpunt op zit, omdat er geen koper draadje, een of ander koper plaatje aan moet raken. Wil het dus zeggen dat die switch langer meegaat. Dus al deze dingen zouden schijnbaar 100 miljoen kliks mee moeten gaan. En dat is al heel snel het dubbele als wat je bijvoorbeeld krijgt bij de gemiddelde mechanische switch. Dus dat krijg je dan wel voor. Daar betaal je dan ook wel voor. En of al die leuke extraatjes zoals dit scrollwiel en dit mooie polsteuntje wat zo magnetisch eraan hangt en zo. Of dat het allemaal waard is, of dat die 210 ekkies van je portemonnee gewoon zo, of Razer die mag hebben, dat gaan we natuurlijk behandelen in de geschreven review en natuurlijk in Gamersnet Gear. Dat zie je binnenkort op gamersnet.nl en heb je hier vragen over, laat het dan vooral weten in de comments. Daar zijn we voor. Als jullie vragen hebben, gaan wij uitzoeken of dit ding voor jou het wel of niet waard is. Dat was het voor de unboxing van de Razer Huntsman Elite. €210 is veel. Of het dat waard is, we gaan het binnenkort kijken. Bedankt in ieder geval voor het kijken naar deze unboxing. Laat je vragen hierachter en hopelijk tot snel op gamersnet.nl.